Dat is gewoon een simpel rekensommetje. 30 km per uur in heel Amsterdam. Het plan van verkeerswethouder Egbert de Vries om de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kan rekenen op veel positieve reacties. Zo blijkt uit een peiling van het AT5-panel. Eerder deze week bleek dat het plan kan rekenen op vooral positieve reacties. Van onder meer bewonersverenigingen en MKB Amsterdam, maar ook van hulpdiensten. Reden voor AT5 om te onderzoeken wat Amsterdammers van de plannen vinden. En wat blijkt? 6 op de 10 panelleden zijn voor het verlagen van de maximumsnelheid. Zo ook panellid Jazz, die in de stad meestal de fiets gebruikt. Sowieso denk ik dat auto's de stad nu te veel domineren en dat er meer ruimte mag komen voor fietsers en het OV. En verder voor verkeersveiligheid en uitstoot natuurlijk ook een belangrijke maatregel. Terwijl een meerderheid van het panel de plannen van wethouder de Vries wel zien zitten, is er toch een groep die dat duidelijk niet wil, de automobilisten. Van die groep zegt 2 op de 3 tegen de snelheidsverlaging te zijn, net als automobilist Rutger. Absoluut, vind ik het waanzinnig zelfs. Omdat ik ten eerste denk dat het niet te handhaven valt. En als je dat wel zou willen, dan is dat volgens mij hartstikke kostbaar. En daarnaast ken ik Amsterdam als een inclusieve stad. Iedereen hoort daarbij, zo ook automobilisten. En de beperkende maatregelen voor de genoemde doelgroep, de automobilist, die zijn wat mij betreft nou wel eens klaar. De belangrijkste reden om de maximumsnelheid terug te dringen naar 30 in de stad is volgens wethouder de Vries de verkeersveiligheid. 6 op de 10 panelleden zijn het met die gedachte eens. Met 30 km per uur is een ongeluk minder snel fataal dan met 50 km per uur. Dus dat is gewoon een simpel rekensommetje. Toch denkt 1 op de 3 dat het verlagen van de maximumsnelheid niets uit gaat maken voor de veiligheid. Nee, denk ik ook niet dat het verkeer veiliger wordt door 30 kilometer te rijden. Ik denk dat het verkeer veiliger wordt wanneer je meer het gedrag van de fietser handhaaft. Want wat is er met de fietser? Nou ja, die kiezen behoorlijk hun eigen weg natuurlijk. Lijken soms kleurenblind. En dat levert de nodige gevaarlijke situaties op. En of je nou 50 of 30 rijdt als automobilist, je moet beide keren flink opletten. Een opvallend resultaat uit dit onderzoek is dat een grote meerderheid denkt dat Amsterdammers zich niet gaan houden aan de nieuwe snelheidslimieten, terwijl de meerderheid dus wel voor de nieuwe regels zijn. Slechts 1 op de 4 panelleden denkt dat Amsterdammers zich zo meteen aan de nieuwe regels gaan houden. We hebben bijvoorbeeld de scooters, ja, die niet meer op het fietspad mogen. Dat ging even goed, maar de handhaving is compleet weg, dus ze zijn weer op het fietspad. Dus als je handhaaft dat mensen maximaal 30 km per uur gaan en ben niet flitsers of zo neerzet, dan gaan mensen zich er wel aan houden, want ze willen die boete niet. Kijk voor meer uitslagen en achtergronden op at5.nl/panel of in de app.